En om het alvast weg te geven wat betreft de titel van mijn boek... Je ego heeft niet altijd gelijk. Sterker nog, het heeft eigenlijk bijna nooit gelijk. En ik heb als titel aan mijn lezing gegeven het totalitaire ego... omdat het ego een beetje werkt als een totalitair systeem. Nou, we kennen dat allemaal, hè, van zeker nu Rusland en Poetin wat meer in het nieuws zijn. Een systeem waarin informatie wordt verdraaid, gefilterd, gecensureerd... zodat er een mooi plaatje uitkomt. En eigenlijk doet ons ego dat ook bij onszelf. Maar dat hebben we niet in de gaten, want het gebeurt allemaal onbewust... zonder dat we het zelf merken. Nou, als psychologen weten wij daar heel veel van... en daar ga ik jullie in meenemen. En een van de stellingen in dit verhaal, in mijn boek... is om anderen te leren kennen, moet je beseffen... dat niet iedereen is zoals jij. Hè? Dat is iets wat we denk ik allemaal wel begrijpen... Om jezelf te leren kennen, moet je beseffen dat je in de basis net zo bent als iedereen. Want mensen zeggen vaak van, oh wat interessant dat anderen dat allemaal hebben, maar ik heb dat niet. Maar dat weet je dus helemaal niet, want dat gebeurt onbewust. En we zitten, lichamelijk zitten we allemaal hetzelfde in elkaar. Hè? Je accepteert dat jouw nieren net zo werken als die van een ander, terwijl je dat ook niet kan zien. En een heleboel van wat er psychologisch met ons gebeurt, is eigenlijk net zoiets. Je kan het niet zien, maar het werkt bij iedereen hetzelfde. Ja, dus dat is een van de dingen waar je aan moet, van ik ben net zoals iedereen. En als dit bij anderen zo werkt, nou, dan zal het bij mij ook wel zo werken. Nou, een van die onderliggende dingen, hè, dus een beetje basis van mijn verhaal... is wat we noemen in de psychologie het adaptieve onbewuste. Het onbewuste regelt heel veel voor ons in het dagelijks leven. Het is adaptief, het is nuttig. Het vervult allerlei taken, zodat we niet overal bij na hoeven te denken. En een groot deel daarvan... Het wordt wel eens vergeleken met een ijsberg. Van de meeste dingen die we doen, denken, vinden... worden gereguleerd door het gedeelte onder het water... wat je niet kan zien. Daar gebeurt eigenlijk het meeste. Dat is onbewust. Dat gaat over waarnemen. He, dus onbewust registreer je veel meer dan waar je bewust van bent. Hoe je dingen interpreteert in het nieuws. Het gedrag van de mensen om je heen. Je motoriek, hoe je op straat niet tegen andere mensen oploopt... hoe je niet van je fiets valt, taal, hoe je grammaticaal correcte zinnen maakt... terwijl je met je bewuste gedachten bij de inhoud bent... hoe je nieuwe ideeën krijgt, oplossingen voor het probleem... je voorkeuren of je ineens trek hebt om iets te eten of juist geen trek... welke muziek je mooi vindt, welke personen je leuk vindt en wie niet... Voor een heel groot deel wordt het allemaal onbewust gereguleerd door onbewuste processen. En het resultaat daarvan dient zich aan in je bewustzijn. Dus je weet wie je leuk vindt en wie niet. Maar hoe dat nou precies komt, dat weet je heel vaak niet. Nou, dat is een belangrijk gegeven. Want dat betekent dus dat we voor een heel groot deel dat we te weinig zelfkennis hebben. We denken dat we weten waarom we doen wat we doen... Maar voor een heel groot deel gebeurt dat onbewust en weten we dat niet. Dus een belangrijke manier om tot zelfkennis te komen is door feedback van anderen. Want net zoals je je eigen ego vaak niet ziet, werkt het onbewust, dus dat heb je niet in de gaten. Maar je ziet heel vaak wel het ego van anderen. Je ziet hoe dat zich manifesteert, terwijl die persoon zelf dat misschien helemaal niet ziet. Nou, dus dat betekent feedback van anderen kan je heel goed helpen om tot zelfkennis te komen. Nou heb ik een soort multiple choice vraag voor jullie. Van waarbij je je voor moet stellen dat er 4 verschillende mensen zijn van wie je feedback kan krijgen. En die verschillen in wat voor soort informatie ze jou gaan geven over jezelf. En de vraag is, van wie wil je dan het liefste feedback krijgen? En misschien denk je straks van, nou ik wil ze allemaal wel een beetje... Maar het is nou multiple choice. Er komt een poll, die wordt zo gelanceerd. Het is nou multiple choice, dus je moet nou kiezen. Dus ik zal ze eerst alvast allemaal laten zien. Maar wacht even met invullen tot ik ze heb uitgelegd. De eerste persoon, dat is iemand die gaat jou de waarheid vertellen. Dat is iemand die weet alles over jou en die wint er geen doekjes om. Die gaat het precies zo vertellen zoals het is, de waarheid. De tweede is iemand die gaat jou... positieve feedback geven. Hè? Dus dat zou best kunnen kloppen, maar dat is iemand die positief over jou denkt en die gaat het zorgen dat er een goed verhaal over jou op tafel komt. De derde is iemand die geeft jou feedback die congruent is met je zelfbeeld. Nou, als je zelfbeeld positief is, zal dat een beetje overeenkomen met de tweede. Maar je kent natuurlijk ook je eigen zwakheden. He, dus je krijgt van diegene feedback die klopt met hoe jij over jezelf denkt. Congruent met je zelfbeeld. En de vierde is iemand
Die geeft jou feedback waar je van kan leren, waardoor je tot verbetering kan komen. En dat kan natuurlijk de waarheid zijn. Hè? Dus het kan vaak over kunnen negatieve dingen bij zitten. Maar alleen dingen waar je wat aan kan doen. Hè? Dus niet zoiets als, je bent lelijk of zo. Daar kan je niet zo heel veel aan doen. Heel veel andere dingen waar je weinig aan kan doen. Dus alleen maar dingen waar je ook echt wat mee kan. Nou, vind je misschien alle vier die dingen wel interessant? Je kunt nu gaan invullen. De vraag is, als je moet kiezen van wie wil je dan het liefste feedback hebben? En dan ga ik even wachten tot ik de resultaten kan zien. En krijg ik dan een teken van jou als het ingevuld is? Even kijken hoor. Ik ga dus nou even uit beeld om te kijken. Ja, ze lopen nog een beetje door. Ja, je ziet. Leuk. De deelnemers kunnen dit ook zien, hè? Ja, dus jullie kunnen zien dat jullie een hele grote voorkeur hebben voor feedback waarvan je kan leren en verbeteren. En dat is eigenlijk wat ik altijd zie. Als ik deze vraag stel bij lezingen, dan zie ik altijd dat een hele sterke voorkeur is. Die anderen die komen ook wel voor. Er zijn ook altijd wat dappere mensen die zeggen, ik wil gewoon echt de waarheid weten, hè? Bring it on. Maar leren en verbeteren, dat willen we het liefste. Dat is wat we denken. We denken dat we feedback willen waar we van kunnen leren. We zeggen, ja, ik kan wel tegen kritiek, maar het moet wel constructief zijn. He, dus constructief, dan kan ik er iets mee. Maar wat blijkt, als je het gaat onderzoeken en je kijkt wat mensen doen, de feedback die ze feitelijk opzoeken, en zeker als ze onder druk staan, als ze onder tijdsdruk staan, wat een manier is om daarachter te komen, wat is nou het meest automatische, meest ingebakken motief van mensen, dan zie je dat ze een hele sterke voorkeur hebben voor positieve feedback. Dat is eigenlijk wat ze het liefste krijgen en wat ze ook op gaan zoeken als ze de kans krijgen. Dus wat mensen denken over zichzelf, dat klopt niet helemaal met wat ze feitelijk doen. En dat komt door dat enorm belangrijke ego van ons. Dat doet gewoon een hele grote duit in het zakje bij alles wat we doen. En dat heb je zelf niet altijd in de gaten. Want dat zit dus voor een heel belangrijk deel onder water, in die ijsberg verstopt. Daar doet dat ego zijn werk. En dat heb je dus van jezelf meestal niet door, dat je ego de regie voert over je gedrag en in dit geval over wat voor feedback je wilt krijgen. En dat ego helpt je om je zelfwaardering te beschermen. Hè? Dus we zeggen dat psychologisch gezonde mensen hebben een positief zelfbeeld, een goede zelfwaardering, en die bescherm je. En die zelfwaardering, dat zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een instrumentje, dat wordt de sociometer genoemd, wat vergelijkbaar is met de benzinemeter. En de benzinemeter die geeft aan of je nog genoeg benzine in je tank hebt, en je zelfwaardering geeft aan, onbewust, of je goed valt in je sociale omgeving, in de groep, in de samenleving, of je erbij hoort. Dat is een hele belangrijke behoefte van mensen. Mensen zijn van nature groepsdieren. Je zelfwaardering is eigenlijk het metertje waarmee je registreert van, val ik goed in de groep? Dus stel je voor dat je bent op een receptie of op je werk en je bent met mensen aan het praten en je maakt een grapje of een opmerking. Stel je voor dat het gaat over Israël-Palestina, hè, wat nu gaande is, je maakt daar een grapje over. En je voelt opeens aan de reacties, oh, dit is helemaal verkeerd gevallen. Dit had ik niet moeten zeggen. Dat voel je, hè? Dat mensen het niet goed is gevallen. En dan voel je een soort spanning. Van, nou, dat kennen we denk ik allemaal wel. Dat je denkt, oh jee, ik had dit niet moeten doen. Dit vinden ze niet leuk. Dan gaat op zo'n moment, gaat dus je meter, je benzinemeter, je sociometer, die gaat omlaag. Dat geeft een gevoel van spanning. En die meter die is verbonden met je benzine. Ja, ik wist dat ook niet, maar zo ziet een benzinetank eruit. Die meter is verbonden met je benzinetank. En dat is eigenlijk de mate waarin je erbij hoort. Je belongingness. Of je goed valt in de groep. En als die benzine zakt, gaat die meter, geeft een signaal. En dan voel je behoefte om te tanken. Nou, hoe doe je dat? In zo'n situatie, je probeert misschien het goed te maken met een ander grapje. Of je zegt misschien, oh sorry, zo bedoelde ik het niet. Maar natuurlijk, het is een hele moeilijke situatie. Of je zegt tegen iemand, oh wat heb je eigenlijk een leuke kleren aan. Of je maakt een compliment. Of je houdt je gewoon gedijst. Je leunt achterover en je houdt je stil. Even stilhouden en niks meer zeggen tot het weer goed is.
En na een tijdje voel je dan van, nou, oké, de sfeer is weer goed, ik kan weer ontspannen, ze hebben het me vergeven. En dan gaat je meter weer omhoog. Dan kun je weer ontspannen. Want dit hele systeem werkt omdat we gemotiveerd zijn om die meter hoog te houden. Als die meter zakt, dan geeft dat een rotgevoel en dat motiveert je om benzine te tanken. Om te zorgen dat je weer goed valt in de groep. Dat is functioneel voor een groepsdier als de mens. Want het zorgt ervoor dat we allemaal goed met elkaar overweg kunnen. Dat we ons best doen om erbij te horen. Dat we kunnen samenwerken. Dat er niet zoveel wrijving ontstaat. Dus zo werkt dat mechanisme. En wat daarbij dus een belangrijke rol speelt is, dus die motivatie zorgt voor dat tanken. En wat je dan eigenlijk doet is strategisch gedrag. Dus het strategische zelf, dat is een stukje van jezelf waarmee je jezelf in de wereld zet om te zorgen dat ze je leuk vinden, dat ze je waarderen. En dat kan bijvoorbeeld betekenen, het begint met je bent onzeker. Dan heb je, nou, je voelt hem al aankomen, dit wordt een vicieuze cirkel. Als je onzeker bent, heb je behoefte aan bevestiging. Dus dan ga je je best doen om in de smaak te vallen, te zorgen dat mensen je leuk vinden. En dan pas je je aan de verwachtingen of de wensen die anderen hebben. Daar hou je dan rekening mee. Dus je stemt je gedrag af op anderen. Je antenne is naar buiten gericht. En dan heeft dat tot gevolg dat je minder in contact staat met je eigen waarde. Want je bent zo gericht op die ander, op in de smaak vallen, dat je minder de antenne naar binnen richt. En dat kan je weer onzeker maken. Je bent jezelf van binnen een beetje aan het uithollen dan. Dus in het extreme geval ben je altijd maar bezig met anderen te pleasen en sta je niet in contact met jezelf. Dan blijf je onzeker en moet je nog harder je best doen om anderen te pleasen. Nou, een andere variant hiervan, ook het strategische zelf, maar een hele andere uitingsvorm, begint weer met onzekerheid. Maar die onzekerheid kan ook meer verstopt zitten, dat mensen zichzelf gaan overschreeuwen. Dus dan gaan ze heel stoer doen, tada, hier ben ik en ik ben heel belangrijk en ik ben heel goed. Een soort overcompenseren om die onzekerheid te overwinnen. En dan leidt dat ertoe dat ze in het contact met anderen niet open zijn. Dat ze competitief zijn, dat ze geen band vormen met anderen. Dat ze niet openstaan voor feedback, want ze weten alles beter. Dus het is niet echt de verbondenheid, omdat ze steeds willen laten zien dat ze beter zijn dan anderen. Dus dat zorgt ervoor dat ze minder in contact staan met de ander juist. En dat is ook slecht voor je zelfwaardering. Daar word je ook onzeker van. Want juist de verbinding met anderen is wat voor mensen heel belangrijk is. Om dat basisgevoel van ik hoor erbij. Ik ben iemand in deze groep. Dat is wat ons zelfvertrouwen geeft. Dus dat strategische zelf, dat kan heel nuttig zijn om je door moeilijke sociale situaties heen te slaan. Maar het is in feite toch op heel veel manieren ondermijnend. Want of je nou onzeker bent of juist heel erg tadaa, jezelf heel geweldig vindt, in beide gevallen word je gestuurd door wat we noemen self-image goals. Dus wat je eigenlijk heel veel ziet bij politici. En nu in de campagne zijn allemaal bezig met hoe kom ik over. Dus je bent de hele tijd bezig met hoe valt mijn gedrag bij anderen. En als je op die manier met anderen interacteert, dan raak je eigenlijk altijd de verbinding kwijt. Er is geen verbinding tussen jou en die ander. Je bent niet connected. En dat is eigenlijk helemaal niet wat we willen als groepsdieren. Dus ja, hoe nuttig het ook is, idealiter doen we dat niet op deze manier. Maar hoe dan wel? Nou, voordat ik dat ga vertellen, vertel ik nog iets anders wat het allemaal nog veel gecompliceerder maakt. We kunnen ook in plaats van deze strategie, bijtanken, strategisch gedrag tonen, waardoor we beter in de groep vallen, kunnen we het ook nog anders oplossen. Dat noem ik de quick fix. En dat is eigenlijk knoeien met de meter. Dus wat je dan doet, is je bent in die groep, je hebt een opmerking gemaakt die verkeerd viel. En dan denk je, nou ja, maar dit zijn ook hele stomme mensen. Die snappen mijn gevoel voor humor niet. Wat een onnozele kippen. Gelukkig heb ik thuis veel leukere vrienden. En dan heb je dus eigenlijk helemaal niks gedaan aan je benzinetank. Maar je hebt een beetje geprutst aan je metertje, waardoor je die toch weer hebt opgekrikt. Dus in het extreme geval, bij narcistische mensen, dan vind je jezelf heel geweldig en dan heb je niks gedaan aan je meter. Narcistische mensen die
Nou, als je ze wat langer kent, dan denken mensen al heel snel, oh, daar heb je die weer. He, dus je benzinetank, er zit heel weinig in, maar je vindt jezelf heel geweldig. Dan is die verbinding verstoord. Maar dit is iets wat we tot op zekere hoogte allemaal een beetje doen. Want we hebben ook nog achter de schermen, he, onder water, zonder dat we het zelf kunnen zien, hebben we een spindokter in ons hoofd. Dat is dat totalitaire regime van dat ego. En die heeft allerlei trucjes om momenten waarop je ego bedreigd wordt, om het te redden. En je kan misschien voor jezelf eens erover nadenken van wat zijn nou de trucjes die jij gebruikt als je kritiek krijgt, als je faalt. Wat zijn dan de manieren waarop je je ego beschermt? Nou, je kunt, een hele bekende is dat je zegt, het is niet mijn schuld. Als mensen falen, zeggen ze al heel gauw, het kwam door de omstandigheden, of het was te moeilijk, of het kwam door een ander. Terwijl als ze succes hebben, zeggen ze, nou, dat kwam omdat ik zo goed was. Bij negatieve feedback zeggen mensen vaak, het is onbetrouwbaar. Wat weet jij daar nou van? Of kijk naar jezelf. Of als ze falen op een test, dan zeggen ze, ja, maar het was ook eigenlijk helemaal geen goede test. Of kijk naar het rijexamen. Ja, maar de examinator had de pik op mij. Hè, dat soort dingen. Dus dan wordt de bron van die feedback wordt gedisqualificeerd. Mensen nemen krediet op de toekomst. Van ja, misschien heb ik het nu niet zo goed gedaan, maar ik kan het eigenlijk wel. En later zal het allemaal blijken dat mijn fantastische talent naar buiten komt. Morele amnesie. Hè? Nou, we kennen het allemaal van demissionair minister-president Rutte. Hè? Dat hij zijn eigen foutjes vergeten is. Maar het is een heel algemeen verschijnsel dat mensen hun morele overtredingen en hun sociale blunders, dat ze die gewoon vergeten. Ze weten het niet meer. Dus het wordt effectief gewist door die spindokter. En dan denk je misschien, nou, maar ik kan mijn blunders nog heel goed herinneren. En dus, ik heb dat niet. Maar je weet natuurlijk niet welke blunders allemaal gewist zijn. Hè? Dus misschien een verontrustend idee. Maar die spindokter heeft misschien ook nog heel veel voor gezorgd dat je die helemaal niet eens meer weet. Het is misschien nog veel erger dan je denkt. En bij kritiek kunnen mensen heel defensief en vijandig reageren. Er is ook leuk onderzoek over dat mensen echt de hele lelijke kant van zichzelf gaan tonen als ze kritiek krijgen. Vooral mensen met een positief zelfbeeld. En vaak zie je dan ineens een hele andere kant van mensen. Mensen met een positief zelfbeeld zijn ja, vrij makkelijk ontspannen in het sociale verkeer. Maar zodra ze echt falen of onder vuur komen te liggen, dan zie je vaak ineens een hele andere kant tevoorschijn komen. Die kant die die spanning niet kan dragen van, auw, ze vinden me niet leuk. Nou, dus die spindokter, die maakt het allemaal eigenlijk nog een stukje erger. En zorgt ervoor dat we, als we in de spiegel kijken, dat we een vertekend beeld zien. Hè? Dat totalitaire regime heeft een verstoord beeld van onszelf geproduceerd. Vandaar dat mensen ook altijd zeggen, ik kan mezelf in de spiegel aankijken, want daar zien ze dat verstoorde beeld. En dat betekent, dat geldt zowel voor grote als voor kleine ego's en voor alles daartussenin, want alle mensen gebruiken deze strategieën tot op zekere hoogte, waar ik het nu over heb, dat we eigenlijk beperkt zijn in onze zelfkennis, dat we beperkt zijn in onze authenticiteit, onszelf echt laten zien zoals we zijn, want we zijn vaak bezig met strategisch gedrag. En niet met de antenne naar binnen, maar meer van hoe kom ik over. Dat we beperkt zijn in onze zelfontwikkeling, onze persoonlijke groei, want als je je fouten niet erkent, hè, dat je telkens een smoes voor verzint, van ja, maar eigenlijk kan ik het wel, het kwam door een ander enzovoort, dan leer je er ook niks van. We zijn beperkt in ons contact, onze verbondenheid met anderen wordt erdoor belemmerd. En we zijn ook beperkt in onze keuzevrijheid, want dat ego trekt achter de schermen aan de touwtjes en stuurt dat gedrag, waardoor je instinctief in die reflex schiet van ik moet mijn ego beschermen. En dan zie je de andere wegen, die zie je helemaal niet meer. Dus dat is eigenlijk heel jammer. Hè? Je zou eigenlijk, idealiter, zou je dat hek weg willen halen, waardoor je al die dingen, met al die dingen meer tot bloei kan komen. En dan wil je dus jezelf overstijgen. En ik noem dat expres jezelf overstijgen. Het klinkt misschien onnodig zweverig spiritueel, want even terzijde, spiritualiteit kan helpen, maar wordt vaak door mensen ook weer gebruikt als een manier om dat ego te voeden van ik ben veel spiritueler dan een ander. Hè. Het is iets waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan, maar dat
terzijde. Maar ik bedoel met jezelf overstijgen dat je dat ego een beetje in beeld gaat krijgen. Want wegmaken kan je het niet. Je kan het niet zomaar overboord zetten. Het hoort bij onze instincten. Maar je kunt het wel in beeld gaan krijgen. En op die manier wat meer regie gaan krijgen over je eigen gedrag. En een paar aanwijzingen daarvoor. Je kan niet, ik kan niet zeggen van nou hier is een lijstje met bullets. Doe zo en dan komt het allemaal goed. Maar ik kan wel wat aanwijzingen geven van in welke richting je dan moet denken. Eén is denk aan je ideale zelf. En zie dat als een soort richting aanwijzen. Van die kant ga ik op. Dus je wordt nooit je ideale zelf. Althans laat ik zo zeggen wat mezelf betreft. Ik heb me ermee verzoend dat ik nooit mijn ideale zelf word. Maar dat is iets waar ik altijd naartoe kan bewegen. He, dus op het moment dat ik kritiek krijg, dan wil ik misschien als eerste zeggen van, ik heb dat wel eens, in het boek geef ik een voorbeeld van dat ik kritiek kreeg op mijn column die ik jarenlang schreef voor Psychologie Magazine. En dat ik dan als eerste dacht, nou, als je het zo goed weet, schrijf je die column toch lekker zelf. He, dus dat is je eerste instinctieve reactie van je ego. Maar als ik nou denk aan mijn ideale zelf, dan denk ik, hoe zou mijn ideale zelf daar nou op reageren? He, of een situatie waarin je een verkeerde opmerking maakt in een groep en voelt van, oh, dit valt verkeerd. Hoe zou mijn ideale zelf erop reageren? Ik denk bijvoorbeeld dat ik dan, als ik mijn ideale zelf was, dan zou ik benoemen van, oh, ik voel dat ik nu iets heb gezegd wat verkeerd valt. En daar voel ik me nou even heel ongemakkelijk bij. Dan, nou, dan heb je al een hele andere reactie. Dan zou je het benoemen zoals het is. Je zou je eigen ego registreren en ook zeggen, ja, nou vinden jullie mij niet meer leuk. Dat doet pijn aan mijn ego. He, dus zoiets, en op het moment dat je dat doet, zou je alweer meer contact maken met mensen. Hè? Want je zou dan gewoon ook het laten zien zoals het is. Dus dat helpt altijd om op die manier te zoeken naar aanwijzingen voor je gedrag. Dan heb je ook nodig zelfcompassie. Is dat je ook je eigen onwenselijke neigingen registreert. Dat je die mag hebben van jezelf. He, dus dat je voelt, van, nou, ik heb nou eigenlijk zin om deze mensen heel stom te vinden. Omdat ze mij niet leuk vinden. Dat mag ik vinden. Maar gegeven dat, kan ik ook erover na gaan denken. Van, ja, maar is dat nou hoe ik echt wil reageren als ik mijn ideale zelf zou zijn? En daarbij speelt ook een belangrijke rol dat je beweging en groei ziet als je startpunt. Hè? Dus misschien heb je nu iets gedaan wat niet je ideale zelf is. Je hebt menselijke gebreken net als iedereen. Maar je bent altijd in ontwikkeling. Je kunt altijd verder groeien. Jullie hebben het zelf gezegd. Hè? Ontwikkeling, feedback waar ik me door kan ontwikkelen is belangrijk. Dus als je jezelf ziet als altijd in beweging, dan geeft het ook niet. Dan zijn er ook dingen waar je aan kan werken. Dan kan je zeggen, oh, nou, dit was even vervelend, maar hier kan ik wel weer van leren. Wat ook een belangrijke rol daarbij speelt, is controle over je impuls. Hè? Of wat ik ook wel eens noem emotionele zindelijkheid. Omdat we in onze cultuur steeds meer de neiging hebben om alles maar eruit te gooien wat in ons opkomt. En zeggen, ja, maar ik heb toch zeker recht op mijn gevoel. En ik heb recht om me gelukkig te voelen. Ik mag alles zeggen wat ik denk. Dat mag ook, maar je hoeft het niet altijd te doen. Het kan soms ook wel eens helpen om je even te beheersen en het ongemak te verdragen. Dat hoort er ook bij, verdragen van ongemak. Dus ik heb nou bijvoorbeeld, stel je krijgt negatieve feedback. Denk je, oh, dat doet pijn. Dat is gewoon naar om negatieve feedback te krijgen. En dan om dan niet meteen te reageren. Maar even te verdragen van, nou, dat is een naar gevoel. En desnoods tegen die ander zeggen, nou, ik schrik daarvan. Maar geef me even de tijd om erop te reageren. Want je weet ook als je er wat langer over nadenkt, dat je minder vanuit die emotie, die impuls van dat ego reageert, dat je met een wijzere, vrijere reactie kan komen. Dus dat kan ook dat je het even uitvult. Dat je zegt, nou, dit is nou even onprettig, ik ga het verdragen. En ik ga er later iets mee doen. Als ik er een nachtje over geslapen heb, dan heb ik ook veel meer wijsheid. Want dan is die impuls vanuit dat onbewuste, die is minder sterk. En iets wat daarmee samenhangt, is wat ik noem uitzoomen. Dus uitzoomen heeft te maken met het grotere verhaal. Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik worden? En je kunt jezelf zien als onderweg. He, dus in plaats van dat je ergens bent op dit pad en dat die feedback die je krijgt een afrekening is over waar je staat, kun je het zien als ik ga ergens naartoe. Ik ben ergens naartoe onderweg.
Ik weet nog niet waar naartoe. Maar ik weet een beetje, als ik aan mijn idealen zelf denk, welke richting ik opga. Dus dat is uitgezoomd in de wereld staan. Uitgezoomd naar jezelf kijken. En dat betekent dat je aan de knoppen kan gaan draaien van die verschillende motieven. Want kijk, dat ego, die knop van dat ego, zeg maar, die kan je niet uitzetten. Dat staat altijd aan. Maar je kunt wel aan die andere motieven, hè, dus die ik wil de waarheid over mezelf weten, dat wil je natuurlijk ook. Ik wil congruente feedback, ik wil feedback waar ik van kan leren. Die motieven zijn er ook wel, alleen is dat ego vaak veel luider. Maar door dat uitzoomen en dat jezelf zien als onderweg naar iets, kun je eigenlijk het volume van die knop die wil leren en zich ontwikkelen, kun je opdraaien. En dan wordt dat je leidraad. En dat gaat niet vanzelf, hè? Dus in tegenstelling tot wat jullie denken, gebeurt dat niet automatisch, maar het gebeurt wel vaker als je jezelf eraan herinnert van ik ben in ontwikkeling, ik maak fouten net als iedereen, ik heb compassie met mezelf, maar ik ga er niet bij neerzitten van zo ben ik nou eenmaal. Ik ben altijd in beweging en ik heb een idee over welke kant ik op wil. Nou, ik denk dat dat voor nu goed is om mee te besluiten. En dan, ik heb nog wat reserveslides, maar ik ben ook wel nieuwsgierig wat jullie ondertussen voor vragen hebben. Yes, Roos. Dankjewel voor het geven van deze masterclass. En wat je ook ziet in de chat, maar wat ik ook zag toen ik bijvoorbeeld mensen ging vertellen dat we het over ego gingen hebben, dat mensen het een heel interessant onderwerp vinden en het ook snel soort van herkennen of in anderen herkennen. Want heel veel mensen zeiden ook, oh, als het over ego gaat, dan weet ik wel wat mensen naar wie ik dit moet sturen. Dus er zijn ook echt al een hele hoop vragen binnengekomen. En echt veruit de meest populaire vraag was eentje die gesteld werd door Marjolein. En zij vraagt, waarom werkt dat ego zo hard om ons te beschermen? Zeg maar, waarom moeten we er zo nodig bij horen? Ja, dus dat heeft te maken met die oerbehoefte die ik bij die sociometer schetste. Hè? Dus die, wat in de psychologie wordt genoemd, de need to belong. En die hele theorie over die sociometer, die is ook ontstaan als antwoord op de vraag van waarom willen mensen niet een correct beeld van zichzelf hebben? Dat zou toch veel functioneler zijn, want mensen komen geregeld in de grootste problemen tot aan neerstorten van bergen als ze gaan bergbeklimmen, omdat ze zichzelf overschatten, hè? Of in het verkeer appen in de auto, want ik kan het wel. He, dus mensen komen in gevaar omdat ze geen accuraat zelfbeeld hebben. En de gedachte is dat, wat ik zei, mensen zijn sociale dieren. En ze hebben altijd in groepen geleefd. En het was ook van overlevingswaarde om erbij te horen bij de groep. Mm. Als er ooit mensen waren die zeiden, toedeloe, ik ga mijn eigen gang. Dan gingen ze de groep uit. Dan konden ze misschien nog een tijdje overleven. Maar ze konden zich niet meer voortplanten. En ze gingen waarschijnlijk ook eerder dood. Ze kregen geen nageslacht, hè, want nageslacht werd ook opgegroeid binnen de gemeenschap. Dus iedereen die geen zin had om erbij te horen, is uitgestorven. Ja. Wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen die het belangrijk vonden om erbij te horen. En dat zit diep verankerd in onze instincten. En die zelfwaardering, dat ego, dat is eigenlijk het instrument waarmee we de hele tijd monitoren van val ik goed in de groep. En ook bijstellen op het moment dat het niet meer zo is. En vanuit overlevingswaarde bekeken kun je zeggen, nou, het zal misschien in incidentele gevallen tot ongelukken leiden.
Maar voor de soort als geheel is het goed. De mens als, het succes van de mens als soort is te danken aan ons vermogen om de hele tijd aan te passen, rekening te houden met elkaar, ja, welwillendheid te tonen naar anderen, het belangrijk te vinden, je best te doen om erbij te horen, gedrag op elkaar af te stemmen. Dat doen mensen meer dan bijna elk andere dier. Mm. Dus het is voor de soort toch van overlevingswaarde. Ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt ook, het zit zo diep in de mens om dat te doen. En het is zo belangrijk ook om het te doen. Anders hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten als we dat niet gedaan hadden. Dus het is, ja, het is misschien ook, moet ook misschien niet het doel zijn om dat helemaal niet meer te doen, zeg maar. Of om dat nee, te laten. Om te zeggen, van, ik trek me van niemand wat aan. Nee, ja. Sterker nog, er is ook onderzoek waaruit blijkt dat mensen die zeggen, ik trek me van niemand wat aan, die zeggen dat ook weer juist om anderen te imponeren. Dat is ook strategisch gedrag. Mm. Ja, oh ja, juist om dan dat weer te imponeren. Ik zal eens even laten zien hoe onafhankelijk ik ben. Ja, 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 ja. Oh, interessant. Ja, en in die zin, dan dus ook interessant om te gaan kijken van oké, het is dus helemaal niet de bedoeling om dat helemaal niet meer te doen, maar meer te kijken van oké, in welke situaties helpt het ons en in welke situaties ja, werkt het ons misschien ja, meer tegen. Ja, en vooral ook om dat strategische gedrag bij jezelf in beeld te krijgen. Kijk, soms is strategisch gedrag gewoon goed. Mm. Je kunt niet altijd overal zeggen wat je denkt. En hè, dus om dat, maar om wel het contact naar binnen te houden, dat je weet van, nou, ik heb nou dit gedaan. Ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. Maar ik ga het nou toch even zo doen. Want dat is beter voor een ander doel wat ik wil bereiken. Ja. En die spindokter. He, want die werkt helemaal buiten ons om. Dus dat zie je niet. En die komt met conclusies waarvan je zelf denkt van, nou, dit is hoe ik het vind en dit is hoe het gegaan is. En je weet niet wat er achter de schermen allemaal is bekokstoofd door die spindokter. Ja. Want die is gewoon slimmer dan jijzelf. Ja. He, want onze onbewuste heeft een veel grotere informatieverwerkingscapaciteit. Dus het is altijd slimmer dan ons bewuste. Ja. En dat betekent dat je dus altijd kritisch moet zijn. Van ja, ik denk nou dit. Maar kan het zo zijn dat achter de schermen mijn spindokter dat heeft bedacht? Ja, ja, want ik heb ook je boek gelezen en daarin zie je ook die spindokter is ook een soort rode draad eigenlijk door dat boek heen, waarin je dus eigenlijk ook zegt, oh, we zitten gewoon de hele dag onszelf allemaal verhaaltjes te vertellen. Ja, eigenlijk. Ja, de verhalenverteller. Ja, ja, en die, dat is dus die stem die eigenlijk ontstaan is vanuit dat evolutionaire, waar we dus maar van een heel klein gedeelte van ons van bewust zijn en voor het grootste gedeelte dat eigenlijk niet, nou ja, eigenlijk is niet die, weten. Eigenlijk is die spindokter, die is evolutionair niet nuttig. Mm. Die, dat is meer, daar is het ontspoord. Mm. Want evolutionair gezien heb je er veel meer aan om je gedrag, dat wat ik het eerst liet zien, strategisch gedrag, dat heeft zin. Mm. Maar jezelf dingen wijs maken heeft helemaal geen zin. En het zorgt ervoor dat je meer de verbinding met anderen verliest. Ja. Maar dat is een soort van reactie die is gekomen op het feit dat het ons pijn doet als we falen. Negatieve feedback doet in je brein hetzelfde als fysieke pijn. Mm. Dus er zijn aanwijzingen dat evolutionair dat hele systeem van pijn registreren door afwijzing of door falen, dat is gebouwd op precies hetzelfde mechanisme waar we lichamelijke pijn hebben. Mm. Dus alles in je is erop gericht om die pijn weg te nemen. Ja. Nou, dus dat is een ander mechanisme wat vervolgens dan dat ego een duwtje geeft en ons als soort hele onhebbelijke neigingen heeft gegeven. Ja. Dus het ego is eigenlijk als bijvoorbeeld jij iets tegen mij zegt wat eigenlijk raakt, bijvoorbeeld als jij mij feedback geeft en ik denk, oh, ik ben niet goed genoeg of dat soort dingen, dan gaat het ego eigenlijk daartussen zitten en dan jou wegduwen en zeggen, ja, maar jij of de manier precies waarop je die feedback geeft is niet goed. Of, zeg maar, dat, ja, of wat ik dat dacht wegduwen van, schrijf je die column toch lekker zelf? Ja. Dat is totaal niet functioneel. Nee. Maar dat doe je dan even om de pijn te dempen. Ja. Maar daarom moet je ook altijd jezelf even tijd geven van, nou, even kijken of ik er morgen nog hetzelfde over denk. Want niet dan is die pijn weer. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. En dat is misschien wel een goede link ook naar de volgende vraag van Sanne, die ook heel vaak omhoog gestemd is. En dat was, hoe komt het dan dat sommige mensen meer en sommige mensen minder ego hebben? Ja, dat is een hele interessante vraag. In het algemeen kun je zeggen dat de meeste mensen hebben een iets te positief zelfbeeld.
Dus het is iets te rooskleurig. Want die doen gewoon al die dingen waar ik het over had. En al die verstoringen, dat doen we allemaal. En dat heeft ook wel nut. Weet je, als we altijd realistisch waren geweest, waren we misschien altijd in onze holen blijven zitten. Van nou, het is heel gevaarlijk daar buiten. Ik weet niet of ik het dan allemaal wel aan kan. Ja. Dus je hebt een soort onrealistisch optimisme nodig om de wereld in te gaan en dingen te doen. En te vertrouwen, ja, maar ik kan dat wel. Mm. Hè, dus dat is niet altijd realistisch. Maar het heeft ook wel nut, omdat het ervoor zorgt dat je gaat exploreren. Ja. Maar er zitten ook verschillen tussen mensen in hoe groot dat ego is en hoeveel zelfvertrouwen ze hebben. En mensen die onzeker zijn, die vaak twijfelen aan zichzelf, die hebben een veel realistischer beeld van zichzelf, maar die zijn meestal depressief. Nou, als je moet kiezen tussen realistisch en depressief, of dan maar niet zo realistisch en lekker in je vel zitten, dat is best een moeilijke keuze. Dat is ook wat ik in mijn boek als uitgangspunt heb. Van hoe kun je nou realistisch zijn zonder in een depressie te raken? Dat is eigenlijk mijn vraag. Maar dat verschijnsel van wat is nou het nut van onzeker zijn, dat, ja, ik weet niet, ik heb het in mijn boek over geschreven en voor mij was dat ook een ontdekkingsreis, omdat ik het ook niet wist. Ik snap het nou wel, maar het is best een lang verhaal om uit te leggen. Dus misschien moet ik even bewaren tot geen andere vraag meer. Of misschien eventjes op een later moment nasturen of wat meer informatie over opsturen. Dat is misschien makkelijker. Ja, dat kan het. Dat kan. Dat maar kan het is. Maar het heeft ermee te maken dat mensen die onzeker zijn, die willen geen risico lopen. Mm. Dus als je onzeker bent en je denkt, ja, maar als ik nou ga doen alsof ik het kan en ik kan het niet, dan zou dat een geweldige schaamte opleveren. Ja. Dus je uitgangspunt is, nou, ik ga gewoon bijvoorbeeld vanuit dat ik het niet kan. Ja. Dan kunnen ze in elk geval niet vinden dat ik te hoog van de toren ben. Want dat is voor die mensen het grootste risico wat ze kunnen lopen. Dat ze worden gezien als iemand die te hoog van de toren blaast. Ja. En dus je doet eigenlijk een andere strategie. En je ziet dat in het dierenrijk ook. In het dierenrijk, als je ergens een nieuw object neerlegt, dan zie je dat de vogels, de koolmeesjes, sommigen gaan er meteen op af. Wat is dit? En anderen denken, dat is eng, even kijken. En dat heeft ook evolutionair nut. Want dat betekent dat in wisselende omstandigheden zal er altijd eentje overleven. Ja. Dus de ene die exploreert en die overleeft op die manier, maar die neemt meer risico's. En de andere neemt minder risico en die blijft veilig. En die mist misschien kansen, maar die blijft veilig. En door die variatie kunnen ze als soort overleven. Nou, eigenlijk hebben wij mensen dat ook. Ja. Ja, dus eigenlijk is het natuurlijk een soort van balans. Want wat je ook in het begin zei, is van, je moet ergens natuurlijk, als niemand ooit iets gaat proberen, dan gebeurt het nooit wat. Weet je, er moet iemand zijn die zegt, nou, ik heb dit nog nooit gedaan. Weet je, de Pippi Lankhuis. Maar, ja, precies. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Er moet iemand zijn die het risico neemt. Ja, en dan die komt de rest. En dan word je ook beter natuurlijk als je iets gaat doen. En dan komt er natuurlijk dan word je beter en één keer ga je op je bek. Ja. En, maar dan zijn er nog anderen en die blijven wel leven. Ja. dus het heeft dus ook een heel veel nut. En dan, de vraag van Tim dan is, hoe kun je zelf herkennen wanneer je ego te veel is en wanneer het overhand neemt? Ja, wanneer zit je in het rode vlak? Dat is heel onhandig. Ik zou zeggen, in principe moet je er altijd rekening mee houden, want het is een hele dominante kracht. Maar een aanwijzing is dat wanneer je een hele dwingende behoefte voelt om iets te doen. Dus je hebt een conflict met een collega en je denkt, ik moet nu een kwaaie mail schrijven. Het kan niet wachten. Mm. Hoe dwingender de neiging, hoe zekerder je ervan kan zijn dat het ego aan het touwtje trekt. Dat het je ego is. Dus juist dan, als het moeilijkst is, want dan zeggen mensen, ja, ik voel nu dat ik dit moet doen. Mm. Maar dat is weer dat verraderlijke van dat gevoel. Van, ik moet mijn gevoel volgen. Het moet helemaal niet. Ja. Dus hoe dwingender dat gevoel, hoe verstandiger het is om te zeggen, nou, ik parkeer het even en als ik het morgen nog steeds wil, kan het altijd nog. Oh, wat grappig. Dat is echt super paradoxaal eigenlijk met dus wat je zelf wil. Want op zo'n moment denk je natuurlijk van,
Ja, ik herken het wel als iemand iets zegt wat me dan raakt. Dat je dan heel erg de neiging hebt om meteen zo wat van te reageren. Ja. Of te denken, dit moet nu opgelost. Terwijl ja. je dan, en dan misschien... En ja. ik ken dat ook. En ik ken ook het gevoel van... En dan kan je zeggen, nee, ik ben een autoriteit op dit gebied. Maar ik ben ook een mens. Hè, dus ik ken ook het gevoel van, ja, dit moet nu echt. Ja. Want ik voel het en ik moet trouw zijn naar mijn gevoel. Maar ik kan dat dan toch meestal oplossen door het met mezelf op een akkoordje te gooien. Dus dan ja. zeg ik, nou... Als je het echt heel graag wil, dan wil je het morgen nog steeds. En dan mag het. En ja. Dus dan lukt het mij om het een dagje uit te stellen. En dan zeg ik ook tegen mezelf van ongemak verdragen. Van alles wat je pijn doet, daar ga je niet. Als je er niet dood van gaat, dan kan het. Hè, dus dat is mijn uitgangspunt. Ga ik er dood van als ik het niet doe? Nee, nou, dan kan ik het doen. En alles waar je niet dood van gaat, daar word je sterker van. Ja, dat is wel een mooie manier ook ja. om me laten kijken. Want het is natuurlijk ook die afweer of dat verlangen om dat meteen te reageren... komt natuurlijk ook uit het niet willen voelen van die pijn. Ja, en dan denk precies. je van, als ja. ik meteen terugkaats, hoef ik er niet mee te zitten. Ja, en eigenlijk is dat een soort van dreinende kleuter in ons... die dan de regie heeft. Ja, ja. Met nu. Ja, precies, ja. 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 Wat grappig, ja. Dan gaan we even naar de volgende vraag. En deze gaat over het tankje wat je beschreef en ook de motor. En dat ging over de invloed van anderen daarop. Dus Marissa vraagt bijvoorbeeld, kan iemand anders ook jouw tank vullen als het ja. gaat over... Ja, zeker. Dus het is op het moment dat je je heel erg verbonden voelt met anderen, dan kun je veel meer hebben. Dus als jij je helemaal ingebed voelt in je vriendengroep of in je familie. En familie heeft ook heel vaak die functie. Je ingebed voelt in een sociaal systeem. Dan werkt dat als een soort buffer. Dus dan kun je ook veel meer hebben aan... En dan kun je ook makkelijker zeggen van als je kritiek krijgt van... Oh jee, wat nare, wat vervelend voor je. Dus dat je dan adequaat reageert. Maar als je die inbedding niet hebt... Dan moet je die aan jezelf geven. En daar zijn ook weer oefeningen voor. Er staat er een in mijn boek, self-affirmation. Dus je kunt jezelf ook... Jezelf inbedden door te denken aan je belangrijkste waarden, je ideale zelf. Dat is ook een soort inbedding. Ja, dus eigenlijk door het dan op een ander vlak bijvoorbeeld ook te gaan vinden. Als je het op je werk je negatieve feedback krijgt, dat je weet van oké, ik heb heel veel vrienden die mij als adequaat zien en een familie die dat ja. ziet. En die dat dan ook een beetje kunnen afvangen en jou daarin dan weer... Ja. Ja, als je dus in het ene domein goed zit en in het andere domein niet, dan zou dat kunnen helpen. En daarom helpt het mensen ook altijd als ze verschillende rollen vervullen in hun leven. Dat ze dan, als het moeilijk gaat in de ene rol, dat ze toch nog iets anders hebben. Ja. Maar dat je niet denkt, oh, ik ben helemaal mislukt. Dus ja, als je helemaal richt op één ding, dat je bent dat is veel gevaarlijker. Ja, dat... Klinkt logisch, want dan kun je het ook nergens anders meer uithalen of zo, ja. als het dan wat minder wordt. Oké, dank voor dit antwoord. Dan hebben we nog een vraag die is van Loeke. En zij vraagt, hoe kun je feedback van anderen onderscheiden in bruikbaar of onzin? Want als je zelf natuurlijk ook een beetje biased bent in welke informatie je wil hebben, hoe kun je dan het beste natuurlijk... Ja, dat is heel moeilijk. Want je denkt natuurlijk al, goud is onzin. Yeah. En weet je wat dat is? Je eerste neiging is dan om te denken... nou, dan moet ik het ook eens aan iemand anders vragen. Maar onbewust is je ego geneigd om het te vragen aan iemand waarvan je weet... Waarvan je weet dat je het goede antwoord ja, krijgt. Want dan heb je bijvoorbeeld kritiek gekregen van een collega... en dan ga je naar iemand anders toe... en je weet eigenlijk al dat diegene jou gelijk gaat geven. Ja. Dus dat is ook niet eerlijk. Ja. Dus dan moet je eigenlijk... Kijk, ik zeg altijd, dat heb ik al een paar keer gegeven... het helpt echt om tijd te nemen. Dus om niet vanuit de impuls te reageren. Om er nog eens over na te denken. Er liggen heel veel trucs op de loer. En één truc is... van, oh, maar ik sta hier echt voor open... en ik ga er wat mee doen. Maar dat het toch een soort toneelstukje is geworden... Ja. Dus dat je speelt voor jezelf en voor die ander. Dat je er iets mee doet. En dat je eigenlijk gewoon je er niks van aantrekt. En alles kan een truc worden. Dus, maar wat ook helpt is als gedachteoefening om het waar te laten zijn. Hè, dus iemand geeft jou kritiek. En je gaat dan eens na van, stel nou eens dat dat echt
helemaal waar is wat hij zegt. Even gewoon hypothetisch. Ik heb het nog niet geaccepteerd. Maar ik wil even onderzoeken wat het met me doet. Ja. En dan, als het waar mag zijn, dan kom je er ook achter of het raakt aan iets wat echt gevoelig voor je ligt. Dus dan kom je toch weer verder. Ja, dus eigenlijk je gewoon kwetsbaar opstellen, ook voor de feedback en gewoon kijken. Ja, maar het is gewoon voor jezelf. Hè? Ja. Dus niet waar die ander bij is. Hè? Dus dan zeg je, geef me even tijd. En dan ga je thuis, gewoon in de privacy van je eigen huis, ga je onderzoeken. Ja, ja, maar, want je komt vaak wel bij een pijnpunt. Van, oh, als dit waar is, oh, dat zou dat ik echt erg vinden. Ja. Ja. En dan heb je het toch onderzocht. En dan, maar dan kan je nog steeds zeggen, nou, is misschien, ik doe het ook wel eens hoor, dat ik denk van ja, maar wat diegene zegt is gewoon bullshit. Ja, ja. En dan, en ik weet natuurlijk ook nooit zeker of dat dan klopt, maar dat ik toch besluit van nou, ik ga dit nou gewoon niet accepteren. Ik geloof het niet. Ja. En, maar als je maar kritisch bent, dat is het belangrijkste. Dat je altijd rekening houdt met de mogelijkheid en dat je onderzoekt van, stel dat het waar is, waar ligt dan mijn pijnpunt? Ja, en iemand zei daarop volgens ook in de chat van, ja, het maakt soms ook helemaal niet uit dat niet de waarheid is. Maar als die persoon afhankelijk is van of ik promotie krijg of niet, dan moet ik wel ook meegaan in die waarheid. En kijken van, hey, wat zegt die waarheid dan over mij van die persoon om ook weer iets anders gedaan te krijgen natuurlijk. Ja, als die persoon iemand is die macht over jou heeft. Maar ook als het iemand is waar jij macht over hebt. Ja. Want dan kan het zijn dat jij de hele tijd iets aan het doen bent waar die ander onder leidt. En dat kan best iets zijn van die ander. Maar dan moet je toch samen gaan onderzoeken van wat gebeurt hier tussen ons. Ja. En met iemand over wie je macht hebt, kan dat ook. Het helpt ook om het te bekijken als een interactie. He, dus niet van, die geeft mij kritiek en wie heeft er nou gelijk, die ander of ik. Maar blijkbaar is er iets tussen ons waardoor dit gebeurt. En het is niet de fout van de een of van de ander. En maar mensen hebben altijd dynamiek tussen hun. En daardoor kunnen ook gevoeligheden ontstaan. En als je bekijkt niet de fout van de een of van de ander, maar iets wat in die interactie gebeurt, kan het ook helpen. Ja. Dus eigenlijk meer gewoon de kaart op tafel leggen en kijken, wat is er bij jou, wat is er bij mij? Ja, gaan onderzoeken. Wat onderzoeken, hier, maar dan, je moet altijd eerst, wat ik dan noem, je huiswerk doen. Ja. Dus je huiswerk is onderzoeken, waar ligt mijn eigen gevoeligheid? Ja. Wat doet mij nou pijn hieraan? Ja. En dan met je kaart op tafel komen. Ja, wat een hele moeilijke natuurlijk is om gewoon even mee te en zitten. Dan, ik zal hem even laten zien, want ik heb daar nog een slide van. Die zal ik even laten zien, want die is nou wel heel toepasselijk. Of moet jij nou ineens een hele snelle switch maken? Ik kijk even naar de videograaf, maar ik denk dat het moet lukken. Heb ik jou nou helemaal in de stress gejaagd? Sorry. Kan het? Of? Ja, we kunnen ook eerst nog een andere. Ja, ik kan het zien. Ja. Kijk, dit is wat aansluit. Dus voor de dag komen betekent dat je eerst doet je huiswerk, bij jezelf onderzoeken van wat raakt mij. En dan laat je niet je strategische gedrag zien, maar hoe het echt zit bij jezelf. Ja. En dan raak je mensen veel meer. Mm. He, dus op het moment dat jij zegt, nou, iemand geeft jou kritiek en jij gaat bij jezelf onderzoeken, wat doet mij hieraan pijn? En je gaat de volgende dag naar diegene toe en je laat het echt zien van, nou, dit heb je gisteren tegen mij gezegd en ik wil nog even onderzoeken of het nou echt wel klopt. Maar dit en dit en dit heeft mij geraakt. Ja. En je laat het echt zien, dan breng je je relatie met die ander naar een nieuwe dimensie. Dan raak je die ander. Ja. En dan maakt het ook niet meer uit van, klopt het nou? Want dan kom je een fase verder. Ja, dit is mijn gevoel dus. Daarbij klopt het al. Precies, en mensen voelen dat. Mensen voelen of het strategisch is, of dat je echt je huiswerk hebt gedaan en echt iets van jezelf laat zien. Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiter. En hiermee ga ik hem dan ook beëindigen met dus echt iets van je laten zien. Ook voor de mensen thuis, hartelijk dank voor het kijken. Je ziet, er is een hele hoop over dit onderwerp te zeggen. Dus als je nog hier verder op in wil gaan, dan zou ik vooral aanraden om ook het boek van jou te kopen. Mijn ego heeft altijd gelijk, wat dus niet zo is. En Roos, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je masterclass. En dan wens ik jullie verder nog een hele fijne middag thuis. Dag allemaal!